De Global Climate Change Alliance Suriname Adaption Project, GCCA+, is gisteren begonnen met een tweedaagse mediatraining. Het doel is om mediawerkers te trainen om via verslaggeving de gemeenschap bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering en de effecten hiervan voor Suriname. Dit zegt Heidi Malone, projectleider van de GCCA+. Het is de bedoeling dat de media de initiatiefnemers van het project, de uitvoerders van het project, eigenlijk assisteert in het vergroten van de informatietoestroom naar het algemeen publiek over het belang van klimaatverandering in Suriname. Bij ons is de indruk dat onvoldoende mensen bewust zijn dat klimaatverandering niet te stuiten is en dat wij als Surinamers ons ervan bewust moeten zijn wat de negatieve effecten van klimaatverandering voor ons kunnen zijn en hoe wij daarop kunnen inspelen om dat effect te reduceren. Aan deze mediatraining doen mee mediaprofessionals en vierdejaarsstudenten van de AHKCO. Middels een fieldtrip naar Weg naar Zee en Coroni hebben de participanten de effecten van klimaatverandering kunnen waarnemen. Ze waren erg onder de indruk van de gevolgen van klimaatverandering die nu al duidelijk zichtbaar zijn. De Weg naar Zee en in Coroni zijn grote delen van het land reeds weggespoeld. Tijdens de fieldtrip ging Dorothy Traag, hoofd van het Nationaal Herbarium Suriname, in op de biologische aspecten van klimaatverandering, terwijl Heidi Malone uitleg gaf over de klimaateffecten. De fieldtrip werd afgesloten met een educatieve rondleiding in de mangroveschool te Coroni. De participanten hebben de fieldtrip als heel leerrijk ervaren. Ik vond deze fieldtrip heel leerrijk, omdat we weten allemaal dat Suriname gebukt gaat onder de klimaatverandering, of de gevolgen van klimaatverandering. Maar eigenlijk deze hele fieldtrip was een eye-opener voor ons. Hoe erg het is in Suriname is en welke invloed mangroven daarop kan hebben. Ik denk dat wij als mediamensen er nu iets bewuster van zijn en dat wij nu na deze hele training dat andere mensen ook bewust kunnen maken. De mediatraining van GCCA+ wordt in samenwerking met de Europese Unie, Japan Caribbean Climate Change Project en de overheid van Suriname door de UNDP uitgevoerd. De tweede, tevens laatste trainingsdag is op vrijdag 16 maart in de ballroom van Torarica. Dat gebeurt middels een mediaworkshop.